Ja. Nou, dan gaan we daar eens even lekker over verder kletsen. Dan sturen we de directeur weg. Hè? Ja. Dat is, hartelijk dank voor de rondleiding. Maar laat ik even beginnen bij jou, Carolien. Ja. Dat is even voor het gemak. Maar wij kennen elkaar van de tijd dat jij bij de communicatie werkte van de gemeente Middelburg. Tot mijn verbazing vertrok jij daar. Die had ik niet zien nakomen, want zo goed ken ik jou natuurlijk ook weer niet. Maar wat ben je gaan doen en wat was je drijfveer om voor jezelf te gaan werken? Ik was eigenlijk al een tijdje bezig met het fotografiebedrijf. En dat liep eigenlijk hartstikke goed en leuk. En daarnaast merkte ik dat ik gaandeweg steeds meer ermee wilde doen. En ook steeds meer mijn eigen weg wilde volgen. En dat is eigenlijk wel een beetje een drijfveer geweest om op een gegeven moment te zeggen van dan moet ik voor mezelf kiezen. En als je voor jezelf, want dan heb je gewoon veel meer tijd om te steken in het uitbouwen van je bedrijf. Want daarnaast doen is leuk en je hebt zekerheid van inkomsten, maar je kan niet groeien. Dat heb ik wel gemerkt. Dat is lastig, hè. En bij de gemeente een heleboel leuke dingen gedaan. Je noemde het al, hè? Winterstart was ik leuk met ondernemers en promotie, heel veel mensen leren kennen. Maar mijn hart ligt toch meer bij het zelf ondernemen eigenlijk. Ik vind heel veel dingen leuk en ik dacht mezelf, mijn eigen naam is vast. En daarnaast heb ik een reisblog en Dream the World heet dat. En een fotografiebedrijf en dat heet Carolien Booghart Fotografie. Ja. Maar overal is het Carolien Booghart Tekst en Foto's. En dat is gewoon mijn eigen naam. En ik lever tekst, foto's en reportages. Maar als jij dan voor jezelf, want hoe is je? Want je bent nu een jaar voor jezelf? Of hoe lang is het? Nee, nog niet eens eigenlijk. Maar gaat het goed? Heb je een beetje schrijfopdrachten of fotoopdrachten? Ja, zeker. Ja, het begon echt heel erg goed. Ik had echt meteen vol erin. Dus dat is heel fijn. Want dan kan je een beetje een buffer opbouwen. In de winter is het altijd wat rustiger met fotografie. Dus toen kon ik eigenlijk een beetje gaan nadenken van wat ga ik nou eigenlijk allemaal doen. Ja, wat is jouw specialisme? Met name reportages wel. En dan gericht op de toeristische sector wel. Ja, want dat is ook echt jouw ding. Ja, dat is ook wel een beetje gelinkt aan de blog natuurlijk die ik maak. Ja, en natuur. Natuur is ook wel een, dus de toeristische natuur. Ja, ik zag je laatst ook bij een wandeling of dat je zelfs georganiseerd of niet? Ik organiseer ook inderdaad gezamenlijke wandelingen. Mijn passie voor Zeeland viel ook RTL4 op. Dus, dus dan mocht ik ook komen verschijnen. Oh, wanneer was dat? Wanneer was dat? Twee, drie weken geleden. Oh, dat heb ik dan weer. En die uitzending die komt nog. Dus, vandaar. Dan heb ik het niet gemist. Die heb je nog niet gemist. Oh, maar hou me op de hoogte. Vind ik altijd leuk. Middelburgers op televisie. Ja. Dus. Dus het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed met je. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Nou, dan hebben we Margreet. En Margreet, want jij werkt deels voor jezelf, toch? Ja, klopt. Ik heb al een hele leuke baan met fijne collega's bij ZLM Verzekering in Goes. En daarnaast werk ik voor mezelf als tekstschrijver. Margreet schrijft teksten. En omdat ik nog niet zoveel te doen had, dacht ik, ik begin ook een blog. Maar dat gaat over Turkije, dus turkeytraveler.nl. Ja, dat vind ik ook wel typisch, hè? Want dat noemen ze dan in de blog- en websitewereld niches. Reizen naar Turkije, zijn er veel websites over of ben jij een vrij uniek in Zeeland of Nederland? Nee, ik ben uniek. Ik was uniek, moet ik zeggen. Want ik heb gisteren ontdekt dat ik een collega heb. Een dame die in Turkije woont als reisleidster. Kwam ik op Instagram tegen en die heeft ook een blog. Maar die is net begonnen. Ik overigens ook half december ongeveer. Ik heb er een collega bij. Want even over dat blog. Verdien je daar ook geld mee? Of is dat puur hobbymatig? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat is nu nog hobby. En natuurlijk zou het hartstikke leuk zijn als ik daar geld mee kan verdienen. Ik heb op dit moment nog niet de illusie dat ik daarvan kan leven. Maar goed, als dat een keer wat gaat opleveren, zou het leuk zijn. Maar wat zou je model dan zijn? Gaat het dan, denk je dan, advertenties? Of wil je daar bijvoorbeeld ook mensen gaan rondleiden of reisbemiddeling doen? Nee, dat laatste is vrij lastig. Omdat Turkije voor Europeanen een moeilijk land is om te werken en om zaken te doen. Dan moet je echt wel weer een partner hebben daar die ook dingen voor jou regelt. En dan wil jij er wat aan verdienen, maar zij moeten er ook wat aan verdienen. Dus ja. Maar ik heb wel wat plannetjes met iemand. Ik ga binnenkort op reis en diegene, ook een Nederlandse die reis organiseert. Dus we gaan toch wel eens eventjes babbelen om te kijken of er misschien wat leuke dingen te doen zijn. En misschien gaan Carolien en ik wel een fotografie-workshop reizen naar Turkije. Daardoor, dat is de combinatie. Dan ben ik ook nog even nieuwsgierig, want dan blijf ik toch nog even bij je blog.
Waarom zou je naar Turkije op vakantie gaan? Daar ben ik namelijk nog nooit geweest. En als jij nou in een paar zinnen zou moeten zeggen van, je moet daar gewoon echt een keer naartoe, Meinsbergen. Maar waarom dan? Ja, nou, ik vind het echt een fantastisch land. Sowieso qua klimaat. Het is gewoon lekker zonnig. Hartstikke lieve mensen. Gastvrij. Mensen vragen altijd aan mij van, wat ga je naar Turkije? Maar dat is toch gevaarlijk, want de media hier schetst natuurlijk een beeld dat je wanneer je daar als vrouw een rondje gaat lopen of fietsen, dat je dan van je fiets afgetrokken wordt, de struiken in en nou, weet ik veel wat er allemaal met je gebeurt. Maar ik reis daar heel vaak alleen, ook met de auto. Je voelt je niet onveilig? Nee, totaal niet. Ik kom alleen maar lieve, aardige mensen tegen. Kom binnen, kopje thee. En, maar Turkije is natuurlijk ook heel groot. Kijk, je ziet natuurlijk waarschijnlijk vaker de wat grotere steden. Ja, klopt. Kijk, aan de Syrische grenzen moet je op dit moment niet zien. Nee, precies. Dat is beter van niet. Natuurlijk is het ook goed als je je aanpast. Dat jij niet als toerist in je hemdje en je string gaat lopen. Terwijl de boulevard ook mensen die bedekt zijn rondlopen. Dus daar hou ik ook altijd rekening mee. Maar het land heeft echt wel mijn hart gestolen. En ja, het heeft nu een beeld van all-inclusive vakanties. Hè, goedkoop. Maar je kan er prima gewoon ook zelf rondreizen aparte dingen bezoeken. Ja. Fantastische natuur, heel veel geschiedenis. Ja. Het heeft maar liefst 18 UNESCO-sites, dus werelderfgoed. Ja. Ja, als je daar loopt. Dat is toch een beetje de bakermat. Irak is echt de bakermat van de beschaving, geloof ik. Ja. Maar Turkije is inderdaad ook heel veel. Ja, de Bijbelse geschiedenis, de Ark van Noach, de St. Paul's Trail. Dus het is echt een aanrader wat jou betreft. Ja. Ik zeg gaan. Gaan, nou, heldere taal. Eerst mijn blog lezen natuurlijk, precies. Daar zal ik naar verwijzen, mevrouw. Maar, dan heb je verder natuurlijk ook nog je tekstbureau. Ja. Maar is het dan wel je ambitie om uiteindelijk helemaal voor jezelf te gaan werken? Of vind je deze combinatie wel prima zo? Ja, weet ik niet. Ik ben ook niet zo'n planner. Op dit moment vind ik de combinatie wel prima. Ik heb vooral wat opdrachten van mensen uit mijn netwerk. En ik vind het ook wel lekker om gewoon toch nog wel wat vrije tijd te hebben. Ja. Ik heb nu net wel besloten dat ik toch wel een halve dag minder ga werken. Oh, kijk, ja. Je weet nooit. Nou, en gaan jullie in de toekomst ook nog meer samen doen, behalve dan je mogelijke plannen met reizen en dingen? We vinden het altijd gewoon heel leuk om te brainstormen, ideeën en wie weet wat eruit voortkomt. Maar jullie hebben niet de behoefte om samen, inderdaad, wat Leo zei het net, jullie hebben geen eigen kantoor, maar jullie hebben ook niet de behoefte om ergens in een ruimte te gaan zitten met andere ZZP'ers of samen? Of... Nee, we zijn allebei meer van de spontane acties, dus het zou zomaar een keer kunnen gebeuren. En, mij wilde jij nog een boek schrijven of zo? Oh ja. Ook nog even, schrijven of Aan plannen geen gebrek dus. Nee, zeker niet. Dus in de toekomst gaan we nog wel meer van jullie horen. Zeker. Nou, dat is heel goed. Dan dank ik jullie ook voor de tijd. En, ik maak er wel wat van. Ja, jij bedankt. Succes.